hashtag geef om dit kind. Hier zou ik nu 5k op mijn outfit. Lol, je durft die zin gewoon uit te spreken, ja? Hallo lieve mensen, ik ga deze week als experiment een week suikervrij leven. En als ik zeg suikervrij, dan bedoel ik natuurlijk zonder toegevoegd suiker. Ik heb dit experiment al eens eerder gedaan, 1,5 jaar terug. Toen woonde ik in New York en toen heb ik het wel, per ongeluk expres, niet helemaal 100% goed gedaan. Nu wil ik dat wel doen en ik ben natuurlijk benieuwd hoe het in Nederland gesteld is met het toegevoegd suiker aan producten in de supermarkt bijvoorbeeld. Let's go! Zo, het is zondagavond. We hebben net gegeten. En nou vond ik nog een stukje half aangevroten taart in de koelkast. Zo fancy. Maar dat is wel mijn taart, hè, dit. Hoezo? Staat jouw naam erop? Het is mijn verjaardag, dit. Ik heb hem betaald. Ja, maar jij hebt hem... Nou, en? Oké, laatste hap dan. Oh, wat een feestje. Feestje! Zo, we hebben een meeting gehad. We rijden weer terug naar Amsterdam. En ik heb vanmiddag als lunch lekker een restje Indisch gegeten. Nu heb ik uiteraard weer trek in iets zoets. Het begint nu al. Maar gelukkig heb ik van die reepjes mee. Met alleen maar cashewnoten en dadels. Dat is top! Ik heb vandaag weer een maaltijd uit de maaltijdbox als avondeten. En je ziet het al, het is echt alleen maar groenten. Groenten die ik ook nog eens niet lekker vind. Fucking gezond wel. Wat? Is het gegrilde groenten? Het is niet gegrilde groenten. Nou, ik heb dus een salade gemaakt met aardappel en zo. Het is echt iets wat we anders nooit zouden maken, denk ik. Oké. En ik had dus nog van die kaasdingen over. Want die moesten op, dus die heb ik erbij gemaakt. Zit daar geen suiker in? Daar zit geen suiker in. Dat heb ik uitgebreid gecheckt. Oh. Dus, eet smakelijk. Ik zeg het tegen de mensen, maar... Ja, beter als je gewoon deze video kijkt terwijl je wat aan het eten bent. Want dat is veel leuker. Eet we gezellig samen. Eet je mee? Mukbang! Ik vind dat het stomste woord op aarde. Ja, ik know. Nou, de mukbang is nu ook weer over. Goed, ik heb voorafgaand aan dit experiment een foto op mijn Instagram gezet met de vraag of jullie nog vragen hadden over suiker. En ik weet wel een boel, maar wijsheid is weten dat je niet alles weet. En daarom heb ik Jonathan uitgenodigd, die jullie misschien al kennen van een eerdere video. Wil je jezelf even voorstellen? Ja, nou, ik ben Jonathan Klaas, ik ben online diëtist en schrijver. En ja, ik schrijf heel veel over voeding en met name ook over voedselhypes. En ja, mijn missie is eigenlijk om de waarheid op tafel te krijgen. Ja, mooi. Nou, ik heb een paar stellingen voor je en die gaan we eventjes kort doorlopen. Ja. Bestaan er slechtere of betere suikers? Nee, dat is echt een groot misverstand. Een suiker is een suiker. Dus of je nou een suiker uit een banaan neemt of een suiker uit een glas fris, het is hetzelfde suiker. Duidelijk. Waar zit suiker nou allemaal in? Ja, nou, het zit in koek, snoep en frisdrank natuurlijk. Mm-hmm. En in fruit, dat weten de mensen ook nog wel, maar het zit bijvoorbeeld ook in groenten, aardappels, pasta, peulvruchten. En ja, dat zijn vaak producten waarvan mensen niet weten dat het er ook in zit. Ja. Dus als je suikervrij wil eten, dan kan dat eigenlijk niet. Want dat betekent dat je al die producten moet schrappen uit je voedingspatroon. Ja, en dat is ongezond. Dat is ongezond, want dan mis je natuurlijk voedingsstoffen. Ja. Dus de term suikervrij is niet echt een goede term. Ja. Suiker is koolhydraten. Ja. Max en ik gaan even boodschappen doen. En met filmen. Ja. Oh, dat wist ik niet. En wat doe je altijd als je boodschappen gaat doen? Filmen, blijkbaar. Nee, iets anders. Te veel kopen. Ja, ook. Croissantjes halen. Eigen tas meenemen. Oh. Oké, Max, quizje. Wel of geen toegevoegde suiker? Quizje. Waar men misschien denkt dat dit gezond is en vol met groenten en dat soort zaken, vermoed ik dat er zeer zeker wel toegevoegde suiker is. Ding, 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 ding. Is suiker? Wel of geen suiker? Wat? Wel of geen suiker? Lijkt me wel. Ja. Denk ik wel. Ding, 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 ding. Toegevoegd suiker? Ja, wel. Ja, want dat weet ik niet. Yep. Toegevoegd suiker? Maar niet.
Kijk de verontwaardiging op zijn hoofd. Dat is een bullshit. In heel veel van de bonden wel niet hoor, maar deze toevallig wel. Wel of geen suiker? Je bedoelt wel of geen suiker. Een moeilijke omdat je het zo vaak fout hebt. Suiker? Die is super zoet, dus ding het wel. Yay! Goed jou, Maxi. Je leert het al een beetje. Suiker? Nee. Ja. Stel het jou klaar. Merkt je lichaam verschil tussen natuurlijke en toegevoegde suikers? Nee, je lichaam maakt geen onderscheid tussen die twee. Dus het lichaam breekt die suikers precies op dezelfde manier af. Maar het is wel relevant om naar het product als geheel te kijken. Kijk, bijvoorbeeld een banaan bevat natuurlijk meer voedingsstoffen dan een glas frisdrank, waar beide suikers in zitten. Ja. Dus kijk altijd naar het product als geheel. Ja. So what's good, internet? Hallo. Lunch, we moeten we even snel doen en ik wilde makkelijk. Dus Max heeft deze salade voor me gehad, maar ik verwacht eigenlijk dat hier natuurlijk wel weer de suiker in zit. Ik vind wel dat we veel haat. Ik vind wel dat we veel haten op dressing in dit gebeurt er al. Ja. Maar ik heb dan ook. Heb ik gelijk? Huh. Ik heb geen gelijk. Zit er geen suiker in? Ja, natuurlijk wel. Vierde ingrediënt op de kaart. Oh. Helaas, pindakaas. Nee, niet pindakaas. Het is allemaal best, maar echt wel dat ik say yes to the dressing hoor. Hey. Tada! Tada, heb je iets gedaan? Hashtag fitgirl. Ik heb toch salade gemaakt? Lol, je durft die zin gewoon uit te spreken, ja? Ik heb toch salade gemaakt. Vind je van een huiszak gebouwd, hè? Nou, ik heb gisteren een auto uitgevonden. Patent op de iPhone ga ik ook nog even vastleggen. Ja. Oké. Wij zijn meteen doorgereisd naar een première met Masha en Gregor. En het... Wat? Als Gregor en ik samen gaan, dan is het de bro, de loper. Dit is weer gezellig, grapjes al om. Oké, maar we zijn er nu. We worden heel gek aangekeken. Dus ja, we gaan naar Jurassic Park. Dat heb ik nog niet eens gezegd trouwens. Ja, dat. Oh my god, dit meen je niet. Sugar heaven. Gregor, ik doe dus een week suikervrij. Dit is heel onaardig dat jij dat nu voor mijn neus zit op te eten. Oké, geniet er maar van, geniet er maar van. Voor mij verwacht je al niks anders. Nee, is waar. Kijk, ik heb een suikervrij snack gevonden. Yes. Zijn zoetstoffen beter dan suiker? Nou, als je minder calorieën wil binnenkrijgen, ja. Mm-hmm. Maar het is ook goed om te weten dat zoetstoffen heb je niet nodig. Dus je lichaam heeft er geen baat bij. Maar het is wel een manier om eventueel minder calorieën binnen te krijgen. En ze zijn veilig. Ze zijn veilig, jongens. Ik ben met mijn vriendinnetje Nicole. Ik heb de hele dag niet gefilmd, want ik was teringdruk. Ik heb gewoon heel braaf gegeten, zonder suiker. En nu heb ik een cocktail, een mojito. Maar gevraagd of ze er geen suiker in wilden doen. Braaf als ik ben. Jij bent mijn getuige? Ja. Suikerloze mojito. Ja. En we gaan dus zo plantaardig dineren op sterrenniveau. Oh, is het geen succes? Succes. Het is wel light, dat proef je ook. Oké. Ja. Maar ik ben vet benieuwd daarnaar. Het is echt dus een sterrenchef uit Frankrijk die hier naartoe is gekomen en één keer super speciaal plantaardig gaat koken. To be continued. Marije, we hebben net een aperitiefje gekregen. En wat heb jij? Sparkling water. Dat is eigenlijk gewoon prosecco zonder calorieën. Lekker! En suiker. Jij houdt je lepel erachter, we scoopen met die, we nemen allebei één hap en dan zijn we klaar. Zijn dadels of honing of ahornsiroop een goede suikervervanger, bijvoorbeeld in een gerecht? Nou, je kunt het gebruiken ter variatie, dus dat is leuk. Alleen een groot misverstand is dat de suikers uit die producten beter zijn en dat is niet waar. Nee. Dus de suiker uit die producten is precies hetzelfde suiker
werkt precies hetzelfde als de suiker uit de suikerpot bijvoorbeeld. Jongens, ik ben echt een slechte filmmaker deze week. Maar dat komt omdat ik gewoon best wel veel aan mijn hoofd heb en een beetje drukker en zo ben. Het is 5:30 en ik ga me dus klaarmaken voor de Social Media Awards. Ik ben nu even een snackje aan het maken, deze frikandel minis. En daar zit ook gelukkig geen suiker in. Dus vet nice. Shoutout naar Appie voor het maken van ketchup en volgens mij ook nog wel andere sauzen zonder suiker. Want dat hoeft... Wow, sorry. Dat hoeft er helemaal niet in te zitten. Yay! Hallo lieve mensen. Wij zijn... een makelaar en... een plant. Ja. Nee, we zijn bij de Best Social Awards. Waarvoor ik natuurlijk genomineerd ben als... beste YouTuber. Bij, sorry. Bij. Bij. Ja, nee, ik ben echt super genomineerd. Ja. Wat op zeggen. Dus ik heb er super veel zin in. Ik vind het wel spannend. Ik verwacht echt totaal niet dat ik ga winnen, maar... Ik vind het Wilhelmus al geoefend. Ik vind het eigenlijk wel dat wel moet. Dat is vet goed als je daar moet staan. Oké, okay, dan. Wilhelmus. Dat is echt de meest debiele shit die je kan doen. Ja. Ja. Het is echt wel camo dit. Ben je nu een blij meisje? Oh, jezus, vuilbak. Dat was een ijsje in één hap. Nu moet ik gewoon de hele avond fucking water drinken. Fucking stom, ook nog eens uit een plastic fles. En, want alle drankjes hebben gewoon suiker en zo. En het is een vet leuk feestje. En dan zit ik aan mijn watertje. Hashtag, geef om dit kind. Bestaat een suikerverslaving? Nee, absoluut niet. Kijk, we vinden suiker heel lekker, dus de drang is er wel. Mm-hmm. Alleen een verslaving zoals bij alcohol en drugs, dat is absoluut niet waar. Dus dat is echt een fabel. Ja. Echt niet waar. Dus mijn chocoladeverslaving bestaat ook helemaal niet. Nee, je vindt het heel lekker, maar dat is een ander verhaal. Ja, volgens mij heel erg helder. Jonathan, dankjewel. Check zijn blog als je meer wil weten. De link zet ik hieronder in de videobeschrijving. Goedemorgen jongens. Ik kreeg een tip van een kijker naar aanleiding van mijn vorige video over plantaardige yoghurt en hoe daar vaak niet zo heel veel proteïne in zit. Ik ben helemaal buiten adem. Met een 3 keer die trap opgerend. Het is niet van 1 trap hoor, sorry. Ik kreeg dus een tip voor deze. Die heeft dus wel veel eiwitten en is toch plantaardig. Yoghurt. Maar die bevat wel echt gewoon dikke suiker toevoegingen. Dus ik heb deze voor nu. Dus dat is top. Daar ga ik mee ontbijten. Banaantje erdoor. Ja. Nog eentje in de categorie had ik niet verwacht. Is bouillonblokjes, jongens. Hieruit zit gewoon hartstikke suiker in. Ik maak vaak broccoli soep door gewoon... Sorry, ik heb echt zere ogen. Ik weet niet of je het ziet. Ik maak vaak broccoli soep door gewoon een broccoli aan stukken te hakken, te koken even en dan met bouillon te pureren met een staafmixer. Maar gewoon ook alweer suiker. Het is unbelievable. Unbelievable vind ik het. We hebben net live gekookt, suikervrije wafels. Klopt, vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Ik heb Marije voor het eerst ontmoet en dat vond ik... is erg aangenaam, erg gezellig. En ik heb ontdekt dat ze niet zo goed is met messen. Maar vandaag ging het eigenlijk wel goed. Het ging prima. Ja, aardappelschilmesje, hè? Dat kan ik. Aardappelschilmesjes is er goed mee. Nou, dankjewel. Ik vond het echt super gezellig. Ik vond het ook leuk. Top. Nou, het laatste avondmaal is aangebroken. En ik heb het gevoel alsof ik echt amper thuis heb gegeten. En sowieso ook wel een beetje te weinig deze week, denk ik. Dus ik ga nu de laatste maaltijd echt een goede, vullende... maaltijd maken voor mezelf. Max is lekker niet thuis. Woehoe! En ook wel eens fijn. En ik ga lekker veel bonen eten, want dat is gewoon echt mijn favoriete eiwitbron. Ik heb geen recept, dus ik ga op gevoel werken. Go with the flow ga ik. En gewoon freestylen en zo. Ben tot een super simpel, makkelijk gerecht uitgekomen. Ik ga gewoon dit bakken met tempeh erin bakken en nog een aubergine erdoor. En dat is het eigenlijk. Tam, tam, tam. Wat jullie volgens mij allemaal willen weten is hoe ik me nou voel na een week geen toegevoegd suiker binnenkrijgen. En
Het antwoord is eigenlijk niet zo heel erg anders. Kijk, als je nou komt van een dieet waarbij je 's ochtends ontbijt met Oreo's en dineert met cola. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je je wel anders voelt. Maar dat heeft dan ook vooral te maken met het feit dat je opeens heel veel groenten gaat eten, logischerwijs. Bij mij is dat verschil gewoon niet zo groot. Ik moet zeggen, ik heb wel heel erg trek in chocola. En dat brengt me ook gelijk bij het punt waarom ik denk dat je niet zo panisch moet doen over toegevoegd suiker. Het moet allemaal wel leuk blijven. Ja, eet veel groenten. Ja, eet genoeg fruit, vezels, eiwitten. Maar daar past ook wel een macaronnetje bij. Everything in moderation, including moderation. Heb je nog vragen? Laat ze hieronder achter in de comments. Gezonde receptjes mag natuurlijk ook. Graag zelfs. En bedankt voor het kijken. Zie je volgende week.